Waar ik wel bij mezelf dacht op dat moment, ja, ik krijg de pleuren, ik ga weg. Niet weggegaan, gebleven. En gewoon het hele verhaal weten om te krijgen. Dat hij een fenomenaal linkerbeen heeft, dat is algemeen bekend. Ja, vandaag was hij briljant. Ja, ik vind het een fantastische transfer. En ik denk ook dat die jongen eraan toe is en dat hij daar gaat schitteren. Het zijn niet echt meer teamgenoten, het zijn meer vrienden. En deze paas is geweldig van Ziyech, natuurlijk Ziyech. Ziyech buitenkantje links, ja, mooi voorgegeven. Ziyech door de benen van zijn grote vriend. Ziyech schitterend meegenomen, raap de bal. Neres, ja, goal, 1-1, Ziyech, one more. Keep op de kant, staat de kant, de bal, voor Ajax, Hakim Ziyech. Over de muur en in het doel. Hij verdient de vrije trap en maakt hem ook zelf op schitterende wijze. We praten heel veel met elkaar. We zijn buiten het veld ook vrienden. Hij heeft een uitstekende bal. Ik weet dat hij daar komt en met mij loopt Maxime. Dan is het denk ik een gevaarlijke combinatie. Hij schop van Hakim Ziyech en die gaat erin. Oh, incredible. He's done it again. Ziyech. Ajax steekt zo over. Ziyech, zo! Absolutely magnificent from Ziyech. Daar is hij klaar en daar moet hij erin. En daar zit hij erin. Ajax voor het eerst en Ziyech. Ja, tuurlijk. Ziyech stil en scores. Ziyech, that's one. Beautiful goal. Ziyech wijst, Ziyech schiet. Goal! Kim Ziyech naar zijn linkerbeen. Ziyech kan het ook zelf. Oh jongen, wat een mooie goal. Oh, de goal. Ja, die krijgt hij gewoon op een zaterdagmiddag er even bij, hè. De meester zelf, Hakim Ziyech.